Ik ben Joke de Vink en ik ben momenteel aan het werk aan een voorstelling met de naam Kleur. Die wel mat zijn, maar dus ja, wel met een houtklop kan. Ja. Minder dan dat, ja. Heel ecologisch is het ook wel. Nee. Kon je dat niet vinden? Ecologische rollen, papier. Wel, dat ik dus terug met theater begonnen ben, heeft dus wel iets te maken met turnout. Ik bedoel, ik was natuurlijk al veel langer aan het broeden om zelf iets te maken. Met name een theaterstuk, met name een monoloog. Maar toen zat ik in Overlezen met Jos Gijsels. En ik was de avond ervoor gaan eten met hem. En hij had gevraagd mij, wat ben je bezig? En ik had gezegd, ja, ik ben aan het schrijven. Maar ja, en ik deed daar zo wat bescheiden over. En Jos zei tegen mij, ja, maar wilde dat echt doen? En meende dat? Ik zeg, ja. En hij zegt, ja, maar je weet wat je zegt. Hè. En de volgende dag zitten wij in dat programma Overlezen. En hij stelt mij voor en hij zegt, dit is Joke de Vink. En die gaat hier volgend jaar in première met een theatermonoloog. Voilà, het was eigenlijk beslist. En hij heeft mij toen voorgesteld aan Stef. Stef heeft 5 minuten met mij gebabbeld. Ik heb uitgelegd waar het zou over gaan. En dan heeft Stef gezegd, Bert, ga met u bellen. Dat is gebeurd. En nu zit ik hier in volle voorbereiding voor mijn monoloog. Het zijn gewoon allemaal maar losse folders waar je van voelt. Er zit iets in, maar je kunt dat er niet op plakken. Dat zijn dingen die we eerst misschien eens moeten bekijken. Ah, daar hebben we iets mee. Ja, wat het schoonste zou zijn, is dat er een soort modderbadje komt staan waar ik me echt helemaal in kan rollen. Maar ik vind ook, als je dat dan doet helemaal, dan moet je ook niet flauw doen. Dan moet je gewoon al je kleren uitdoen en je helemaal zwart maken. Snap je? En dan denk ik, ja, maar wil ik dat? Is dat iets? Want dan krijg je weer zo geboorte en terug in het... Je kunt ook gewoon een bassijntje hebben, inderdaad, waar je instapt en waar je je wast, maar dan met zwart. Dat is ook een heel schoon beeld, natuurlijk. Hè? Ja, maar het is ooit begonnen met een boek. Ik schilder. Ik schilderde. En op een gegeven moment had ik heel weinig tijd. En dan hebben mijn ouders een boek gegeven. En dat ging over de oorsprong van de pigmenten. Een vrouw die een reis maakt en die naar Australië bijvoorbeeld gaat. En die op zoek gaat naar de pigmenten. Daar is het mee begonnen. En dat in combinatie met teksten die ik eigenlijk al geschreven had in 2007. En dat ben ik dan bij elkaar beginnen husselen. En ik heb kleur als metafoor gebruikt. Ik wou iets vertellen over beeldvorming, over illusies. Over wat wij waarnemen. Dat er heel veel dingen van het leven zich eigenlijk afspelen in ons hoofd. En dat iedereen zijn eigen wereld heeft en iedereen zijn eigen waarheid en zijn eigen. En dat alles ook fluctueert de hele tijd. En dat is een heel schone ingang daarvoor natuurlijk. Want met kleur is dat ook zo. Alles verandert de hele tijd. En ik wou ook schilderen. Dat was ook de premisse. Schilderen op het podium. Dat je eigenlijk een idee krijgt dat alles constant evolueert. En het is dus nu ook zo echt aan het worden, want ik heb wel een parcours die vaststaat. Maar het is niet zo dat alles heel uitgeschreven is. Dus ik ga proberen een beetje te jammen op het podium, zowel al schilderend als al pratend. Ja, en de vraag is ook, moet het verf zijn? Hè? Kan het ook... Maar aarde is ook direct weer beladen. Nee, dat is moet niet nog een nieuw... element. Een nieuwe materie zijn. Ja, ja. Wat dat ook... Het moet iets zijn waar je al gebruikt hebt. Ja, ja. Als je gebruikt hebt, wat ook in school was in het verleden al, kan ook assen zijn, kan dat die zwarte verf, de houtskool, waar dat je tegen het einde van de voorstelling sowieso al zwart zag, omdat je de hele tijd... Ah ja, ik zag zwart, dat was eigenlijk heel schoon. Dat zijn elementen die... Dus als jij zegt, ik heb me gedeeld met houtskool, dan heb je dat. Mag dat niets kan. Erbij al, dat nee, maar dat kan ik wel, want als de verf gedroogd is, kan ik wel op die gedroogde verf. Het is gewoon, ik kan niet. Maar ik heb gezien, je hebt papieren mee.
die wel mat zijn. Waar dus ja, wel mijn houtklop kan. Niet geschikt. Ja. De warande, de houten zaal, betekent voor mij dat ik in staat ben. Want ik heb geen subsidies. Het is een geschenk, hè. Het is een cadeau. De houten zaal is een cadeau. Dat ik in staat ben om mijn monoloog te kunnen maken en te kunnen spelen. Trek naar patchouli. Het ruikt een beetje Indisch. Ah ja, ik kan me dat voorstellen bij die Color Brothers. Ja. Dat is toch ook zo'n blog en piece. Ja, dat is een holy. Dat zijn de kleurfeesten in Indië zijn giga. Hè? En dat heeft echt daarmee te maken. Dat alle kleuren in iedereen zitten, zogezegd. Dat is echt, komt daar echt van.